Oeh. Mm-hmm. Hoi, ik heb een serie meegenomen, Dievenschool, van Dirk Nieland. Rolf, zijn vader, is een dief. En zijn hele familie bestaat uit dieven. Zijn opa en eigenlijk iedereen. Dat vindt Rolf eigenlijk nog niks. Maar zijn vader wil natuurlijk heel graag dat hij ook dief wordt. En dan komt er beroepenweek op school. En alle ouders van de kinderen moeten in de klas komen vertellen over hun beroep. Rolf is natuurlijk heel zenuwachtig. Want wat moet zijn vader nou vertellen? En dan komt hij in de klas. En ga ik een stukje van voorlezen. Maar dan is Rolfs papa aan de beurt. En Rolf maakt zich zorgen. Straks weet iedereen dat zijn vader steelt. Wat zullen zijn vrienden wel niet zeggen? Willen ze dan zijn vriend nog wel zijn? Nou, dan geef ik nu het woord aan Rolfs vader, zegt de juf. En Rolfs papa gaat voor de klas staan. Mijn beroep is... Oh nee, nu komt het, denkt Rolf bang. Geheim agent, zegt zijn vader. Rolf weet niet wat hij hoort. De hele klas kijkt hem jaloers aan. En zijn vader vertelt vol vuur over het vak. Hij zegt dat hij in het geheim op dieven jaagt. Soms moet hij zelfs als dief op pad om ze te vangen. Het half uur van Rolfs vader gaat snel voorbij. Er volgt een luid applaus. En Rolf is de held van de dag. Iedereen is jaloers op hem, want iedereen wil wel een vader met zo'n spannend beroep. En dan komen ze thuis. En Rolf zegt tegen zijn vader, je hebt staan liegen. Hoe kan je dat nou doen? En zijn vader zegt, nou dat hoort toch ook bij dief zijn, je moet goed kunnen liegen. En Rolf zegt, ja, maar nou weet ik wel wat ik wil worden. Ik wil helemaal geen dief worden, ik wil agent worden, geheim agent. Nou, in een familie vol met dieven kan dat natuurlijk echt niet. En zijn vader en zijn moeder krijgen wel wat ruzie, maar zijn vader besluit, hij moet naar dievenschool. Nou, Rolf heeft daar iets van gehoord. Rolf schrikt. Hij heeft al heel veel over die school gehoord. Daar leer je stelen en liegen. En het leven is er geen pretje. Het gaat er hard aan toe. Zijn moeder vindt het ook geen goed idee. Ik smeek je, hoort Rolf haar zeggen. Doe het niet. Die school is niets voor Rolf. Nou, we hebben geen keus, zegt papa streng. We moeten hard zijn. Ga zijn tas maar inpakken. Dat doe ik niet, zegt zijn moeder. Nou, dan pak ik zelf zijn tas wel. Mijn besluit staat vast. En Rolfs vader pakt de tas van zijn zoon in. Ze stappen op de trein en hij brengt hem naar school. Hij zet hem voor het hek af. En nog voordat hij bijna binnen is, is de tas al gestolen. Want zo gaat het op dievenschool. Iedereen pakt wat hij pakken kan. En zelfs je eten moet je zelf zoeken. Dat is natuurlijk wel heel erg lastig. En het is een hele spannende school. Je leert ook geen rekenen, geen taal, alleen maar dief zijn. Gelukkig krijgt Rolf een goede vriendin op school en komen ze er samen wel uit. Het is een heel leuk, spannend boek. En als je het een heel leuk boek vindt, dan kan je verder lezen. Want er is ook nog een deel 2 en een deel 3 van gekomen. Wat je nou kan doen, want die tas inpakken, dat lijkt me nou nog wel lastig. Wat neem je nou mee naar dievenschool? Je kan er even over nadenken wat jij zou meenemen. En natuurlijk niet iets wat gestolen kan worden. Want dat is wel heel gevaarlijk. Veel leesplezier!